Vlaams ParlementsTV blikt samen met 10 parlementsleden terug op de afgelopen 12 maanden. 2020 was het jaar waarin corona, Black Lives Matter en de Amerikaanse presidentsverkiezingen de actualiteit beheersten. We praten uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Karel van Lauwe. En bij ons in de studio, in onze kerststudio, Karel van Lauwe van N-VA, Vlaams parlementslid, ook fractieleider van uw partij in de Senaat. Zeer welkom bij het jaar van. Dank u. We gaan het hebben over uw jaar. Dat is een coronajaar geweest voor ons allemaal. Maar u was een van de eerste bekende Vlamingen die zeer ziek is geworden. U bent beland in het UZ Jetten. Ja, dat klopt. Het was een heel moeilijk jaar voor heel veel mensen. Mensen die hun werk verloren zijn voor heel veel ondernemingen. Mensen die via een uitkering moeten leven. Mensen die ziek geworden zijn. Mensen in woonzorgcentra. De zorgverleners. Zelf was ik inderdaad één van de velen die ziek geworden ben. Dat was inderdaad in de beginperiode, de eerste golf. Een bepaald ogenblik kreeg ik koorts, zware hoest, longontsteking, ademnood. Ik zei altijd, als ik opstond en een paar stappen zette, dat was blijkbaar even zwaar als de Mont Ventoux oprijden. Zo zwaar was het. Ik kon niet ademen. En toen, na telefonisch contact een paar keer met de huisarts, werd er beslist dat ik me toch naar de spoed moest gaan. En heb ik inderdaad een week in het UZ Brussel verbleven, waar ik heel goed verzorgd ben. Heel goede begeleiding van de artsen, de verpleegkundigen, personeel daar. Bij mij viel het nog mee, van de zware was ik misschien toch bij de lichtere, in die zin dat ik niet naar intensieve moest gaan, maar toch een week aan de zuurstof gelegen, om het zuurstofgehalte in het bloed, dat was helemaal gezakt tot 90, en dat normaal is dat 95 tot 100, en waar ik dus goed verzorgd ben, goed opgevolgd ben, en bij mij na een week bleek het terug stabiel rond 95, ja. Te zijn en mocht ik gelukkig terug naar huis, maar nadien natuurlijk nog 2 weken quarantaine ook. Ook mijn vrouw was ziek, maar die had enkel smaak- en reukverlies. Ja. Behalve in, dat was de enige persoon in mijn omgeving die ziek geworden is, maar ik heb me heel strikt toen aan die quarantainemaatregel gehouden. Waarom ik het aanhaal is dat we inmiddels veel meer weten over dat virus. Ik heb zelf COVID-19 gehad en ik zat 2 weken thuis. Het was als een echte griep bij mij. Maar u had het in maart. Dat was midden die eerste golf. We konden dat virus, ook wetenschappers, toen nauwelijks inschatten. We kenden het ziekteverloop niet goed. Ik kan me inbeelden dat u dan wel even bang bent van ja, welke impact zal dat hier hebben op mijn gezondheid? Ja, dat klopt. Dat was echt heel veel onzekerheid. De artsen hebben heel veel informatie gegeven wat ze wisten op dat ogenblik van het virus. Natuurlijk, daar was in de verste verte nog maar sprake van een vaccin. Dat werd toen eigenlijk de malariapil, was toen hetgeen dat zelfs aan mij gegeven werd. Maar vooral eigenlijk die extra zuurstof die gegeven werd. Ik werd goed opgevolgd in de zin dat mijn bloed om de 2 dagen genomen werd. Dat ja, ik ook als ik hoge koorts had, de nodige medicatie daarvoor kreeg. Maar natuurlijk, de medicatie tegen COVID, ja, men wist eigenlijk nog bijzonder weinig ervan. En op dat ogenblik was het ook voor de wetenschap, voor de experts, absoluut niet duidelijk wat er precies moest gebeuren. Men sprak van die quarantainemaatregel. Maar ik herinner mij op dat ogenblik dat er nog werd gezegd, ja, een mondmasker dragen, dat heeft geen zin. Dat is enkel voor de zorgverleners. Maar ik zie nog bepaalde experten in het nieuws zeggen, een mondmasker voor de bevolking heeft geen enkele zin. Dus je ziet dat ook de experten toen niet altijd het juiste advies of door onwetendheid eigenlijk ook niet wisten wat men aan de bevolking op dat ogenblik moest zeggen. Ja. Ook de politici waren op dat ogenblik, ik herinner mij minister Maggie de Blok, die inderdaad zei, ja, mondmaskerplicht, dat heeft geen enkele zin. En dus er was toch wel heel wat onduidelijk in die periode, eind maart, begin april. Ja. We zijn inmiddels 9 maanden verder. We zitten nu in een tweede besmettingsgolf. Politici en virologen breken zich het hoofd over het voorkomen van een derde golf. We gaan naar 17.000 overlijdens.
Ja, we staan nu een heel pak verder. Kort geleden was Riek van Kouwelaert hier bij ons te gast, politiek analist. En die zei over de Vlaamse regering, misschien moet die regering haar regeerakkoord herschrijven. Moeten we gaan naar een Vlaamse regering 2.0? Want de coronamaatregelen nu zijn gebaseerd op het huidige regeerakkoord, maar corona heeft zo'n grote impact dat je eigenlijk alle plannen moet herzien. Maar ik denk dat eigenlijk die Vlaamse regering uiteraard vasthoudt aan zijn regeerakkoord, maar dat die natuurlijk ook wel rekening heeft gehouden met die situatie, met die crisis, die coronacrisis, de hele problematiek die we gekend hebben in het onderwijs, de vele maatregelen die daar genomen zijn. Niemand had dat kunnen voorzien een jaar geleden, 9 of 10 maanden geleden, niemand had dat kunnen voorzien. De problematiek in de woonzorgcentra, de hele problematiek voor de culturele sector, op dat ogenblik had men dat niet voorzien. Maar we zien natuurlijk, we hebben ons regeerakkoord, maar we hebben uiteraard wel extra maatregelen genomen om die culturele sector bij te staan, om de vele ondernemers bij te staan, de zelfstandigen bij te staan, ook maatregelen te nemen in zaken onderwijs en de woonzorgcentra. Misschien is het wel eigenlijk een regeerakkoord 2.0, vasthoudend aan wat er in het begin was afgesproken, maar aangevuld met de noodzakelijke maatregelen voor die coronacrisis aan te pakken. Een bijsturing, een aanvulling, rekening houdend met die crisis die ons overvallen is uiteraard. Ja. Er is ook een heel debat geweest in december over de verhouding tussen enerzijds publieke gezondheid, met die beperkende maatregelen, en anderzijds onze fundamentele vrijheden, want als je erbij stilstaat, hebben we hier te maken met een feitelijk beroepsverbod voor contactberoepen. Zit je met een avondklok, iets wat we voorheen enkel kenden uit oorlogstijden, en noem maar op. Is daar voldoende debat over geweest, ook in de parlementen en hier? Dat is een terechte vraag. Eigenlijk, ja, ik ben jurist, onze fundamentele rechten en vrijheden, onze grondrechten, die zijn aan banden gelegd. We zijn natuurlijk ook geconfronteerd met een crisis die we nooit eerder gezien hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen zaten we in een andere situatie, nu zitten we in een gezondheidscrisis. Die vereiste maatregelen, dringende maatregelen. Op een of andere manier zijn er toen inderdaad gezegd van, ja, sommige beroepen zullen we van op afstand doen, waar het mogelijk is. Het feit dat bedrijven volledig werden stilgelegd, kan je heel veel vragen over stellen of dat noodzakelijk is geweest. Nu in de tweede golf hebben we geprobeerd inderdaad van op afstand, ja, te verplichten van op afstand, behalve bij die beroepen waar het niet mogelijk was. Dus er zijn maatregelen genomen, maar ik ben ermee akkoord dat inderdaad soms, ja, dat daar een spanningsveld bestaat met inderdaad die fundamentele rechten en vrijheden die in onze grondwet staat en die we zo gewoon zijn. Dus dat botst inderdaad, er is een fundamenteel spanningsveld, maar we moeten natuurlijk rekening houden, die gezondheid is primordiaal. Oké, maar als ik even mag, we blijven bij Brussel, maar keren dan even terug naar de lente van dit jaar met deze beelden. Die BLM-beweging, dat houdt ons in Brussel, maar het bestond al lang in de Verenigde Staten en kreeg veel navolging in heel de wereld, ook hier bij ons. En dat brengt ons weer bij die maatregelen en de navolging of de controle ervan met de manifestatie van BLM in mei. Veel volk daar, midden coronatijden. Dat zorgde voor een pak verontwaardiging. Maar om het over BLM te hebben, die verontwaardiging ja, ging misschien ook voorbij aan uiteindelijk de boodschap van die duizenden mensen. Een oproep voor meer gelijkheid, een oproep tegen racisme en discriminatie. Daar is weinig oor naar geweest. Maar ik denk dat er heel veel aandacht is geweest over de strijd tegen racisme. En we moeten ons allemaal blijven inzetten tegen die strijd tegen racisme. Wij moeten inderdaad aandacht hebben voor de gelijkheid. Mensen die niet op een gelijkwaardige manier behandeld worden, is onaanvaardbaar. Ook het Vlaams regeerakkoord, maatregelen die we nemen in het Vlaams parlement, moeten daarop gerecht zijn. Maar natuurlijk, er is ook een andere kant. Black Lives Matter, ik sta daar achter, maar All Lives Matter. Wanneer er geweld is door een politieagent tegen een zwarte, tegen iemand die het moeilijk heeft, dan moet dat inderdaad veroordeeld worden. Maar
Tegelijkertijd moeten we ook durven zeggen, wanneer er geweld is tegen de politie, moeten we dat ook veroordelen. Dit is ook onaanvaardbaar. Voor mij moet de strijd tegen racisme inderdaad gevoerd worden. Zeker en vast. Maar wanneer er anderzijds geweld is tegen gelijk wie, of dat nu een politieagent is of iemand anders, moeten we dat ook durven veroordelen. En wanneer ik zag dat er inderdaad terecht betogingen waren in het kader van Black Lives Matter, maar wanneer er andere slachtoffers waren, er zijn ook politieagenten, slachtoffer van geweld, er zijn politieagenten gestorven, dan zag ik dat dat niet dezelfde aandacht of niet dezelfde verontwaardiging. En daar vond ik dat dat toch wel selectief was. Maar ik blijf erbij, racisme moet op alle mogelijke manieren bestreden worden. Maar bestaat er in Vlaanderen... Is het uiteindelijk ongelukkig dan verlopen, die manifestatie? Want bijvoorbeeld, ik heb het geteld in de vragen die erover gesteld werden, hier in de plenaire zitting, na die manifestatie. Wel, er waren 16 vragen, maar geen enkele ervan ging over hun kernboodschap, namelijk die strijd tegen discriminatie. En dat komt dan omdat het midden coronatijd was, omdat er nadien incidenten waren. Dat schiet zichzelf in de eigen voet, zoiets. Natuurlijk, laten we eerlijk zijn, 10.000 mensen die bijeenkomen op een ogenblik dat er een samenscholingsverbod is, dan denk ik dat er andere, betere manieren zijn om je protest te uiten. 10.000 mensen die samenkomen op het Poelaardplein, waarna er nadien nog rellen zijn geweest, waarbij de Gulden Vlieslaan, deel van de Louiselaan, geplunderd is, dan denk ik dat dat onaanvaardbaar is. Dat was geen goed idee. Ja. De burgemeester van Brussel had nooit toestemming mogen geven. Hadden er andere acties kunnen zijn, zeker en vast, en dan ging ik dat ook steunen. Maar ik ging niet tussen 10.000 mensen gaan staan wanneer er op dat ogenblik strikte maatregelen waren. Ik heb dat toen eigenlijk zelfs een soort van superverspreider genoemd. Ja, u heeft dat in de plenaire zo genoemd, ja. Ja, ik heb dat een superverspreider genoemd. Wanneer er inderdaad mensen samenkwamen, meer dan 10 of 20 of 30, en er zou maar één iemand ziek zijn geweest. Ik zag mensen hand in hand daar rondlopen, dicht bij elkaar rondlopen, roepen. Sommigen met mondmasker, sommigen zonder mondmasker. De boodschap is aanvaardbaar, maar de manier waarop dat gebeurde was in die periode totaal onaanvaardbaar. Okay. Ik herinner mij dat er zelfs parlementsleden hier in quarantaine zijn geweest. Dat was correct, maar men had dat nooit mogen laten doorgaan. Ja. U zit in het parlement hier al lang in de commissie Buitenlandse Zaken. We gaan dan ook even over de oceaan naar Amerika. Het werd uiteindelijk Joe Biden. Stel, u was Amerikaanse staatsburger. Op wie had u gestemd daar die laatste of die eerste dagen van november? Wel, ik ben gelukkig een Vlaming. Ik moet hier mijn stem uitbrengen. Ik ben 4 jaar geleden, ten tijde van de Amerikaanse verkiezingen, 4 jaar geleden toen het Clinton was tegen Trump. En iedereen er 100% van overtuigd was dat Clinton ging winnen. Alle opiniepeilingen. En toen leek dat er... Ja, dat er niet een volledig correcte berichtgeving was. Wat er eigenlijk in Amerika leeft, kan je niet alleen in New York of in Washington opmeten. Dan moet je natuurlijk ook naar de vele andere staten gaan. Binnen Amerika bijvoorbeeld? Binnen Amerika. Je kan je niet alleen, als je berichtgeving doet uit de Verenigde Staten, enkel uit New York of Washington, dan krijg je een vertekenend beeld van de Verenigde Staten. Een te Europees beeld van de Verenigde Staten? Nee, te veel een verstedelijk beeld van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is meer dan New York, Washington of Florida of Californië. Daarom ons beeld van de Verenigde Staten een stuk vertekend? Want dat blijkt uit het onvermogen om te begrijpen waarom zoveel Amerikanen op Donald Trump stemmen. Omdat we onszelf... Ja, te veel baseren op basis van wat we weten over die stedelijke middenklasse aan de kusten. Ja, ik denk inderdaad dat, en ik weet dat de correspondenten die daar zitten, een poging doen inderdaad om een breder beeld te schetsen van de Verenigde Staten. Maar New York is de Verenigde Staten niet. In New York voelde je natuurlijk een absolute voorkeur destijds voor Clinton en nu vooral voor Biden. Maar ga naar meer zuidelijke staten waar er een meer conservatieve strekking is. Dat hebben de laatste verkiezingen ook aangetoond. Uiteindelijk, ondanks toch wel
het beeld en de fouten die er zeker gemaakt zijn door Trump, zeker rond corona, zijn er enorm zware fouten gemaakt in zijn communicatie, in zijn ja, de manier dat hij nooit een mondmasker wenste te dragen of amper een mondmasker droeg, heeft hij volgens mij heel zware fouten gemaakt. Zou u voor hem gekozen hebben, als u daarop nee, op dit ogenblik, ik denk dat er inderdaad zware fouten geweest. Hij heeft het te bond gemaakt. Hij heeft het volgens mij, wel te bond gemaakt is nu een zwaar woord, hij heeft zeer zware fouten gemaakt in zijn keuzes rond corona. Ik spreek niet over zijn economisch beleid, want hij heeft op zijn economisch beleid, denk ik, dat hij in het conflict met China, in de handelsoorlog, wel degelijk de belangen van de Verenigde Staten, van de economie, heeft proberen te herstellen. Corona is daartussen gekomen en daar heeft hij inderdaad zeker communicatiefouten gemaakt en al te weinig vertrouwen in zijn medestanders, zijn kabinet. Oké, okay, ja. We blijven in het buitenland met het volgend fragment, ook daar als lid van de Commissie Buitenlands Beleid. Een tussenkomst over een resolutie over de situatie in Catalonië. Mevrouw de voorzitter, collega's, ik wil dit beeld hier toch even tonen. Beeld u zich allemaal eens in wat u de voorbije 10 jaar heeft gedaan en wat zij de volgende 9 tot 10 jaar niet zullen kunnen doen, omdat zij achter de tralies zullen zitten. Ondertussen zitten de meesten ook al 2 jaar in voorlopige hechtenis. Collega's, politici horen thuis in parlementen, waar ze democratisch verkozen zijn, waar we debatteren, discussiëren en verschillende meningen kunnen hebben. Maar politici horen niet thuis achter de tralies. Zij horen niet thuis in een gevangenis, zij horen niet thuis in een rechtbank. En daarom steunen wij onverkort de oproep tot onmiddellijke vrijlating van deze, wat wij noemen, politieke gevangenen. Ja, dat is een tussenkomst in oktober. Aanleiding is een veroordeling van het Spaanse Hooggerechtshof. We zijn op dat moment ook, bijna exact 3 jaar na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië, en 3 jaar nadat Carles Puigdemont, op dat moment de president van de Generalitat de Catalunya, naar ons land komt. U was daar nou bij betrokken. Ja, dat klopt. Ik heb uiteraard mijn sympathie voor de Catalanen, ook voor de Basken. Die zitten in een heel moeilijke situatie, want daar heb je eigenlijk een meerderheid die onafhankelijkheid, autonomie wilt voor Catalonië. Die willen daar zelfs over onderhandelen met Spanje, maar Spanje wijst dat af. Op een bepaald ogenblik hebben zij eigenlijk eenzijdig een referendum georganiseerd en bleek uit dat referendum dat er een meerderheid in Catalonië voor onafhankelijkheid is. Spanje heeft toen zeer repressief gehandeld. De Guardia Civil, laten we zeggen, de politie, is ingegrepen ten eerste om dat referendum proberen te beletten. Men heeft toen ook die politici, ministers, Carles Puigdemont, minister-president, wist dat hij zou opgepakt worden. Andere ministers werden opgepakt. En Carles Puigdemont is toen naar Brussel gekomen. En toen zijn er inderdaad ook contacten geweest met mij, met mensen van mijn partij. En hebben wij daar bepaalde gesprekken over gevoerd, juridisch, maar politiek, over op welke manier wij Carles Puigdemont... En u sprak dan ook met hem, hoe was dat dan concreet? Hij komt hier toe. Op dat moment is trouwens, kan er zelf van getuigen, heel de pers op zoek naar Puigdemont. Ja. Waar was hij? De eerste dag dat Carles Puigdemont in Brussel was, heb ik hem ontmoet en is hij bij mij thuisgekomen. Het was bij u thuis, daar waren we naar aan het zoeken dan. Het was bij mij thuis, ook met een ander Catalaans minister, om inderdaad gesprekken te hebben over de politieke gevolgen, wat er kan gebeuren, op welke manier Europa kan overtuigd worden van de ernst van de situatie, want dit gebeurt in een Europees land, maar ook de juridische gevolgen, hebben wij ook afspraken gemaakt met advocaat Paul Bekaert. En hebben wij daar eigenlijk hem de steun gegeven. Dat was iemand die op de vlucht was, wetende dat hij door
de Spaanse Guardia Civil zou opgepakt worden. Wie zijn wij? U zegt wij, onze partij. Wie was daarbij betrokken? Want uw partij zat op dat moment ook in de regering natuurlijk. Ja. Wel, dat was ik zelf, omdat ik uiteraard buitenlands beleid opvolg. Maar tegelijkertijd met mijn goede collega Sander Lones hebben wij die gesprekken bij mij thuis gevoerd. Was Theo Franken op de hoogte bijvoorbeeld? Die is op dat moment staatssecretaris voor asiel en migratie en had enkele dagen voorheen in de media in een interview dat ik met hem had al gezegd dat de komst van Puigdemont mogelijk was. In hoeverre was hij op de hoogte van dat arriveren dan, van de aanwezigheid van Puigdemont? Er waren wel wat mensen in de partij daarvan op de hoogte. Maar de bedoeling was uiteraard, dat is het belangrijkste, op welke manier kunnen wij de Catalanen, maar eigenlijk die minister-president, de verkozen minister-president met de meerderheid in het parlement, die dreigt aangehouden te worden door de Spaanse politie. Op welke manier kunnen wij die politiek bijstaan? Kunnen wij dat Europees onder de aandacht brengen? En kunnen we die juridisch ook bijstaan? Want dat waren verschillende punten die we wensen te bespreken. Over regio's die in Europa streven naar autonomie. U vindt naast u een bescheiden cadeautje. U mag dat openen. Onze redactie heeft dat uitgekozen voor elk van onze gasten. Het is gepersonaliseerd en het zal ons brengen bij het volgende fragment. Een beker. Maar als u die sterren ziet aan de andere kant, weet u misschien waar het over gaat? Uiteraard. Er ontbreekt eentje. Brexit. Alsof de coronacrisis nog niet genoeg is. En ons land is een van de meest getroffen landen in dit verhaal. Samen met Ierland, Frankrijk, Nederland. U had er ook vele tussenkomsten over. Wij hebben dit fragment uitgekozen. Na de verkiezingen bleek opnieuw dat Boris Johnson met zijn inderdaad eclatante verkiezingsoverwinning een bepaalde weg wil inslaan. Hij wil zo snel mogelijk uit de Europese Unie. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook voor de toekomst afspraken maken. Een handelsakkoord, we gaan naar een echtscheiding, gaan we terechtkomen in een soort van latrelatie, een living apart together, met afspraken rond mogelijk handel. Maar laat ons hopen dat er inderdaad ook over andere aspecten, het vrij verkeer en dergelijke meer, ook goede afspraken kunnen gemaakt worden. Het Verenigd Koninkrijk zal altijd onze belangrijkste partner, of toch een belangrijke partner blijven. We zijn inderdaad de vierde belangrijkste partner op het vlak van handelsrelatie. We moeten daar rekening mee houden, maar ik heb alleszins vertrouwen dat ook deze Vlaamse regering, net als de vorige Vlaamse regering, een heel duidelijk Brexitplan, een deal gaat nastreven en hierbij dus de belangen van onze ondernemingen, maar tegelijkertijd consumenten, studenten, bezoekers, Vlamingen die naar het Verenigd Koninkrijk gaan en anderzijds ook Britten die naar Vlaanderen komen om die belangen wel degelijk op te volgen. Ja, die belangen, onze belangen, eigenlijk is de Vlaamse economie een maritieme economie, ook gericht op Groot-Brittannië, met Zeebrugge in de eerste plaats en Antwerpen. De KU Leuven schat een mogelijk jobverlies van 28.000 banen hier bij ons alleen. Er is een Brexitfonds van Europa. U heeft Barnier, de hoofdhandelaar, daarover aangesproken hier. Gaan we daar genoeg uit krijgen, genoeg uit die pot, denkt u? Ja, we zijn natuurlijk niet het enige land dat inderdaad de gevolgen moet dragen. Ierland, Nederland, Frankrijk uiteraard ook. Maar wij zijn na Ierland het meest getroffen. En wij moeten natuurlijk ons rechtvaardig deel, we moeten dat intra-Europees bespreken tussen die landen. Ik hoop niet dat andere landen die eigenlijk geen impact of amper impact zullen voelen, ook hun deel zullen opeisen. Maar dat wij toch wel ons rechtvaardig deel volgens wel bepaalde criteria kunnen krijgen. En dan hoop ik ook intra-Belgisch dat Vlaanderen natuurlijk, aangezien Vlaanderen vooral exporteert naar het Verenigd Koninkrijk, producten die in Vlaanderen, ik denk aan diepvriesproducten, ik denk aan auto-onderdelen en dergelijke meer, onze havens, dat Vlaanderen toch wel zijn deel daarvan zou kunnen krijgen. Mij lijkt het logisch, als 85% van de export uit België uit Vlaanderen komt richting het Verenigd Koninkrijk, dat Vlaanderen vanuit het Belgisch deel toch ook 85% zou kunnen krijgen. Ik keer terug naar dat geschenk, die mok. We zien die Europese vlag. Eén sterretje is inmiddels vertrokken. De vrees is er dat andere lidstaten zich gesterkt voelen in misschien het plan om die Unie te verlaten. Wel, voor alle duidelijkheid, het Europees project van vrij verkeer is een goede zaak. En dat heeft ook onze economie geholpen. Wij hebben daardoor veel van onze producten
dus kunnen uitvoeren. Wij zijn ook centraal gelegen in Europa, dus ik zie de voordelen van Europa. Maar tegelijkertijd moet Europa ook het debat durven aangaan dat zij zich moet beperken tot haar kernopdrachten. Die interne markt, dat vrij verkeer, dat is van belang. Europa moet zich eigenlijk met een beperkt aantal bevoegdheden heel goed en grondig bezighouden. En soms zien we dat er te veel zaken worden aangeraakt waar dat dan conflicten over ontstaan. We zien er heel wat met Polen, Hongarije, we zien er met Spanje, we zien er met Tsjechië. We moeten misschien ons focussen als samenwerkingsverband tussen lidstaten. Wat ons betreft moet Vlaanderen daar een volwaardige deel van kunnen uitmaken. En moeten we daar afspraken over maken. Want als je gaat beginnen te discussiëren over van alles en nog wat, zullen die discussies alleen maar groter worden. Ja, Vlaanderen moet economisch nu die Brexit verteren. Dat is structureel, dat zal jarenlang duren. Er is die impact en de weerslag van de coronacrisis. We zitten nog in besmettingsgolven. Slecht nieuws allemaal. Maar toch, wat is uw wens voor Vlaanderen voor dit nieuwe jaar 2021? Ik hoop dat het economisch beter zal gaan voor Vlaanderen. Ik hoop dat we die gezondheidscrisis zo snel mogelijk kunnen overwinnen. Ik hoop dat onze handelaars, de mensen die werken, onze bedrijven het goed zullen doen. Dat mensen terug hun werk kunnen hervatten, dat we een normaal leven kunnen hervatten en dat we hopelijk die gezondheidscrisis te baas kunnen, dat we de juiste beslissingen kunnen nemen op het vlak van gezondheid, maar ook op het vlak van de gezondheid van onze economie. Karel van Louwen, Brusselaar en Vlaams parlementslid voor N-VA, zeer bedankt voor dit eindejaarsgesprek. Graag gedaan.